test. Maar nu is het zonder 1, 2, 3, af. En de stad is gevallen en het is op dit moment andermaal daardoor draai die de leiding heeft. En dan is het Zero op Chalet die al orde op zaken gaat stellen. Maar Zero op Chalet is weer goed op de benen gekomen. Zero op Chalet tegen Tador Draai. En zo gaan we de laatste meters in ook. Deze rit lijkt een makkelijke prooi te worden voor Zero op Chalet. In de laatste meters. Zero op Chalet met twee lekte voorsprong. Houdt de voorsprong en is door naar de tweede groep. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. Lijkt het erop dat Tamburini die 5 meter nog even vast kan houden. Maar Attila heeft goed op de benen eronder en het lijkt op de paarden naast elkaar komen. Attila gaat proberen om Tamburini van een tweede rietwinst af te houden. En zo stormen de paarden dan de laatste meters in. Maar Tamburini lijkt nog altijd en Tamburini heeft nog altijd die lichte voorsprong. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen, beide paarden goed weg en zie je hem op zijn leen. Beide paarden krijgen en de witte vlag weer dus nog alle paarden bij. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen, beide paarden goed weg en het is nu Ascobon die een voorsprong heeft van 1, 2 lengte. En nu zal ze alles moeten doen om erbij te komen. Ascobon nog steeds aan de leiding. Ascobon met Zero op zijn leen in de achtervolging en zo komen de paarden nu langs het middenstek. Met Zero op zijn leen die een versnelling laat zien die zijn weerga niet kent. En Zero op zijn leen die gaat hier een grote voorsprong en ook de kampioen winnen. Zero op zijn leen door naar de Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg en het is gelijk Christine Giné die naast Ascobon komt en de paarden gaan naast elkaar en het ziet eruit dat Christine Giné een voorsprong kan nemen op Ascobon. Ja, het is Christine Giné die de leiding heeft en Ascobon die blijft dichtbij maar slaat hevig met de staart. De paarden gaan op haren en zwijgen de laatste meters in. Christine Giné en Ascobon, Christine Giné, nip voor Ascobon, Christine Giné, Ascobon, Christine Giné. Wint ook de tweede rit en is door naar de volgende. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. En dan is het Zero op Chalet die er werkelijk van naartoe vliegt. En we krijgen nog alle paarden in de rechterbaan van Tamburini. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. De stad is gevallen en dan is het op dit moment Tamburini die een heel gezonde voorsprong heeft. En zal Zero op Chalet alles in het werk moeten stellen om daar naartoe te gaan. Nog steeds op dit moment Jan Tamburini. Ja, maar Zero op Chalet is een echte drafmachine. En als een ware drafmachine gaat Zero op Chalet er op en erover. En neemt in de laatste 50 meter afstand van 3, 4, 5 lengte. Zero op Chalet wint ook de tweede rit. En is door naar de 400. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. En Jimmy Bobber die een behoorlijke voorsprong neemt bij de stad. En dan moet Bonnie Maker daar naartoe rijden. En het gaat op haren en slaan bij de paarden op dit moment volgens mij naast elkaar. Ja. Moneymaker in een hevige achtervolging op de leidende Chubby Bomber als ze de laatste meters in komen. Moneymaker komt ook wel wat dichterbij. Chubby Bomber heeft echter nog voordeel. Chubby Bomber die heeft de leiding. Chubby Bomber gaat met voorsprong richting de winst. Ja. En Chubby Bomber wint ook de Grand Prix. Is door. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. En dan neemt Obelix 6 een anderhalve lengte voorsprong. En dan zal Bernie Bosshoeven alles uit de winkel moeten halen om daar nog naartoe te gaan. Ja, Bernie Bosshoeven zal de turbo aan moeten zetten. Want John Dekker blijft niet wachten met Obelix 6. Maar Bernie Bosshoeven komt wel wat dichterbij. Gaat er nog een aardige strijd van maken. Maar Obelix 6 lijkt nog altijd. Hij is aan de laatste meters in met Obelix 6. Die handhaaf de voorsprong. En Obelix 6 is door naar de 400. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. Chubby Bobber die ligt aan de leiding. Maar Obelix 6 stopt er nu bij. We krijgen een galoppaard in de rechterbaan op Chubby Bobber. Ja, en dat betekent wederom een makkie voor Obelix 6 in deze rit. Obelix 6 die mag dus zonder tegenstander de rit afmaken. John Dekker staat al met één been in de grote finale. En nu met twee benen en het paard met vier benen, dames en heren. Obelix 6 wint ook de tweede rit. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. En het lijkt erop dat Christine Giné een kleine voorsprong heeft. Maar daar komt Zero op Chalet op de benen. En die gaat er, die vliegt er werkelijk naartoe. Ja, Zero op Chalet, een F35 kan hij
niet sneller vandaag. Zero op Geleen met 2, met 3, met 4, met 5 lekte voorsprong. Zero op Geleen. Die gaat ter zege deze eerste rit. 1-0 voor Zero op Geleen. Paarden komen terug en dan komt Kies de Gilet door de rechterbaan. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. En dan gaat het ten uitzien dat Zero op Geleen hier af gaat rekenen. We krijgen een galoppaard in de rechterbaan van Kies de Gilet. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen. En een voorsprong van Chubby Bobber van hier tot Tokio. En dan moet de achtervolging ingezet worden door Chris de Gilet. Maar dat lijkt een begonnen werk. Ja, dat lijkt heel erg moeilijk van hieruit. Maar ja, niets is onmogelijk. Maar Chubby Bobber gaat wel onverdroten door. Chubby Bobber die gaat op weg naar het brons hier in Zandvoort. Maar daar komt Chris de Gilet toch nog een keer met een laatste dent. Maar Chubby Bobber houdt stand. Chubby Bobber die legt beslag op het brons in Zandvoort 2016. De vierde plaats is voor Chris de Gilet. Dames en heren, als aan u voorbij komen, wil ik van u een machtig applaus vragen voor deze twee giganten. Obelix West met John Dekker. Zero op de lijn. Sietske de Vries. Zandvoort, laat je horen! Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3. De stad is gevallen bij de paarden goed weg. En alleen is het verlopen natuurlijk eventjes. Obelix West die de leiding heeft. Want die had 5 meter voorsprong. Maar Zero op Geleen vliegt werkelijk over de piste. Ja, Zero op Geleen heeft een lengte. Heeft 1,5-2 lengte voorsprong genomen. Zero op Geleen op weg nu naar de eerste ritwis. Met nog 50 meter te gaan. Zero op Geleen. Klaarmaken op uw plaatsen. 1, 2, 3, 8. En we zijn vertrokken bij de paarden goed weg. En Zero op Geleen heeft de benen er gelijk goed onder. Komt alweer naast Obelix West. En het lijkt erop dat op dit moment de strijd bijzonder fel is. En het lijkt erop dat Obelix West hier geklopt gaat worden. Obelix West die moet de leiding overlaten. Zero op Geleen, maar vecht toch wel door.